partner van Culinaire Live zijn Hannen de Bekker, Zon Fruit en Vegetables, Goerts Asperges, Lindeboom, Olderhof, Slagerij Wim Jacobs, VHC Rooswinkel, Schmid Zeevis, Van Appenven, Sunberry en Van Drie Groep. Welkom terug bij Na Vanant Culinaire Live. Inmiddels ben ik aan Toffel aangeschoven Lotte Wieten, onderzoeker aan het Academisch Ziekenhuis van Maastricht. En Jan Hol namens de Rotary. En ik kom natuurlijk even over naar het Nederlands. Lotte, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Hallo. Je doet onderzoek naar de killerceltherapie. Kanker hebben we het dan over beenmergkanker. We hebben het over borstkanker. De geneesmethodes die er nu zijn, die voldoen eigenlijk niet. En jullie onderzoeken op dit moment middels een bepaalde therapie naar de mogelijkheden die er zijn om dat ja, wel voor elkaar te krijgen. Ja, wat wij eigenlijk proberen is of we het immuunsysteem kunnen gebruiken, immuuncellen en dan meer specifiek killercellen, of we die kunnen gebruiken om een nieuwe therapie tegen kanker te ontwikkelen. En killercellen zijn eigenlijk een soort Pac-Man celletjes. En ja, de naam killer zegt het al, ze kunnen heel goed andere cellen doodmaken. En wij maken gebruik van die functie van killercellen om te proberen tumorcellen, kankercellen dood te maken. Hier is het zo dat wij van nature, zal ik maar zeggen, ook die killercellen hebben. Toch blijkt dat donorkillercellen, om het zo maar te noemen, dat die beter tegen de kanker kunnen vechten. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat komt omdat alle mensen een beetje verschillend zijn. En killercellen zijn eigenlijk gemaakt om niet te reageren op iemands eigen cellen, maar wel op vreemde cellen. En als wij nou killercellen van een donor aan een patiënt met kanker geven, dan zien de killercellen van de donor dat het vreemde cellen zijn en die zullen heel efficiënt die kankercellen op gaan ruimen. Hoe kun je dat een patiënt toedienen? Dat kan gewoon middels een infuus. Dus het idee wat wij hebben is dat we van een donor een klein beetje bloed af willen nemen en wij werken samen met een bedrijf in Berlijn die een machine hebben gemaakt om die killercellen te kunnen kweken. We hebben namelijk heel veel killercellen nodig. We nemen een beetje bloed af bij een donor, kweken de cellen in het lab op, zodat we er heel veel hebben. En die kunnen via een infuus aan een patiënt gegeven worden. Je had het net over een machine. Jullie hebben een machine nodig om verder te kunnen in dit onderzoek. Wat is dat precies voor machine? Nou, de reden dat we de machine nodig hebben is omdat je om genoeg killercellen aan een patiënt te kunnen geven. Een patiënt kan veel kankercellen hebben, dus we willen veel killercellen geven. En die kan je niet zomaar bij een donor afnemen. Dus willen we in het lab die cellen kunnen kweken, kunnen vermeerderen. En we hebben daar een speciale machine voor nodig. Je kan je voorstellen dat je niet zomaar bloedcellen in een glas bijvoorbeeld kan vermeerderen. Dus we hebben een speciaal apparaat nodig waarin dat kan. Waarin alle voedingsstoffen worden gegeven aan de cellen en waarin ze heel goed kunnen vermeerderen. Ja. Maar die machine, en dan maak ik heel even de brug naar jou Jan. Jullie hebben vanuit de Rotary een nauwe relatie met Health Foundation Limburg. Dit onderzoek gebeurde ook onder de paraplu van Health Foundation Limburg. Ja. Wat wordt jullie functie hierin voor die machine? Ja, nou het is natuurlijk zo, men zoekt natuurlijk geld, hè. Dat is nu eenmaal het punt. En dikwijls gaat het om heel veel geld, maar als ik hier naar kijk, valt dat eigenlijk relatief mee. We praten over zo'n machine. We praten over tussen de 100.000 en 125.000 euro. Als we 100.000 euro bij elkaar halen, dan hebben we in ieder geval zeker deze machine. Nou, als ik denk aan het vorig jaar met het aspergesdiner, wat we ook voor het Health Foundation besteed hebben, voor kankeronderzoek. Ja. Dat hebben we 40.000, 45.000 euro opgehaald. Nou, nu hebben we twee dagen. We hebben dus onder andere de Classic Rally erbij gehaald voor 11 mei. En 12 mei het Groot Limburgs Aspergesdiner. Dan verwachten we in ieder geval dat we meer geld zullen ophalen. Ja. En daarmee zouden we een hele goede link kunnen leggen naar misschien dat we het eind van het jaar het totale bedrag van 100.000 euro bij elkaar kunnen halen. En dan willen we dus ook in Limburg, vooral de Rotary Clubs binnen Maastricht en omstreken, zich meer in verbinden zetten, dat zij ook meehelpen om die 100.000 euro bij elkaar te halen. Dus we mogen zeggen dat achter het hele aspergesdiner weer een hele mooie, nobele gedachte zit. Ja. En ja, laten we met name met z'n allen hier op hopen dat dit doorgaat, want er zijn nog te veel mensen die verschrikkelijk veel last hebben van deze vreselijke ziekte. Wij gaan hier in ieder geval genieten van een heerlijk dessert. Dank dat jullie hier waren. We zijn aangekomen bij het dessert. Het dessert vandaag is een aardbeientrilogie. We maken een aardbeien bavois, we maken een aardbeien smoothie en we maken vers gemarineerde aardbeidjes met een aardbeien schuimpje erop.
De aardbeienbavois hebben we al voorbereid. De aardbeienbavois maken we door eiwitten, room en aardbeien. Van de aardbeien maak je coulis, dat wil zeggen aardbeetjes breng je in de kook. Dat doe je met de staafmixer fijn malen, dan komt gelatine bij. Je zet de eiwitjes aan, draai je mooi stevig en dan komt de room erdoor. We gaan nu de smoothie maken. Maken we de aardbeien schoon. Dan doen we wat melk bij. Dan doen we wat ijs bij, gewoon vanilleijs. Dan wordt hij ook lekker koud. En dan doen we de deksel erop. Nou, zet hem op de... Laten we goed malen. De massa goed laten malen. Alles is fijn mooi gemalen. Kunnen we natuurlijk even proeven of die lekker op smaak is. Kunnen we nog wat verse mendel doen. Eventueel nog wat aardbeienkoelie. Dat is ook weer van verse opgezette aardbeien. Maak een pulp van. En dan heb je een aardbeiensausje. Kun je nog erin doen om de smaak te verhogen. Als laatste item hebben we de gemarineerde aardbeidjes. Dus aardbeidjes schoonmaken. Nou, nu gaan we het graag afmaken. Dit is het resultaat van de aardbeienbavois. Dat is de bavois. En hier hebben we een mooi aardbeiengeleitje opgemaakt. Hier hebben we de gemarineerde aardbeidjes. Hier gaan we ons smoothie in doen. Nou, doen we de smoothie mooi afgeneren met een lekker vers aardbeidje. Het schuim op de gemarineerde aardbeidjes. Lekker takje munt erop voor de frisse smaak. En dan hebben we een mooie kletskop nog gemaakt. Die zetten we mooi op. En dan hebben we een mooie trilogie van onze verse aardbeien. Tas toe. Zoals ik heb kunnen zien in de keuken, heeft Leon prachtige creaties gemaakt met deze heerlijke aardbeien. Ze stonden op product de tofel van aardbeienteler Huub van der Burgt. En Anneke Kuppers albumig en tofel van Sunbury International. Als we kijken, ik ga van het Nederlands over voor jou Huub. Als we kijken naar aardbeien, de Hollandse aardbei. Wanneer loopt dat seizoen eigenlijk? En dan heb ik het eigenlijk van zowel in de kast als uit de kast. Nou, in de kast begint het eigenlijk van maart tot, je kan wel bijna zeggen, tot december. En buiten vaak van half mei tot half oktober. En is het nou zo dat die aardbeien, zal ik maar zeggen, van half mei tot half oktober, die je, dat zal ik maar zeggen, van buiten krijgt, dat die smaaktechnisch toch een betere beleving hebben als die vanuit de kast komen? Of... Nee, dat is dat hangt zo van zoveel omstandigheden af of dat een aardbei lekker is of minder lekker. Dus vooral van het weer, is het mooi zonnig weer of regent het altijd of zoiets. Hè, dus. Ja. Nu kijk ik daar naar die aardbeien, het zijn jouw aardbeien. Wat mij als eerste opvalt is, hoe krijg je zo'n grote aardbeien? Ja. Is dat het geheim van de teler? Gaat hij niet vertellen. Heel lief zijn we de aardbeien. Ja, is dat zo? Nee, maar tuurlijk. Nee, maar dat is wel echt bijzonder. Normaal zijn het toch altijd wat kleinere... De eerste zijn meestal wel bij wat groter. Dus, en die worden door richting het einde van het seizoen, nou, zal ik maar zeggen, worden ze kleiner. Goed, ja. Oké. Okay. Jullie Sunbury International, dan maak ik de brug naar jou, Anneke. Wat voor speler is dat eigenlijk op de markt, Sunbury International? Want jullie verkopen natuurlijk de aardbeien van nu. Ja, maar jullie ja. doen natuurlijk veel meer. Hoe groot is Sunbury International? Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk de zacht fruitspecialist van Zon. Zon is gewoon een groot speler in groente en fruit totaliteit. En wij doen echt de zacht fruit. En wij zijn het grootste in blauwe bessen. Daar hebben we ongeveer een 4 miljoen kilo. En dat gaat met name allemaal richting Engelse supermarkten en Duitse supermarkten. Mag ik één vraag stellen nog daar meteen op? Je zegt zacht fruit. Wordt daar echt onderscheiden gemaakt wie het zacht fruit doet en wie, zal maar zeggen, het hard fruit doet? En waarom wordt dat onderscheid gemaakt?
Qua verkoop zijn het toch twee compleet andere producten. Omdat zacht fruit echt een product is wat binnen 36 uur van teler bij de supermarkt moet zijn. Omdat het gewoon een kwetsbaar product is. En vandaar, qua verkooptechnisch, wordt er echt wel onderscheid gemaakt. En heb je daar toch een echt apart specialistisch team op zitten. Die alleen maar bezig zijn met snelle producten en snelle verwerking. Nou, dan krijg je dus bij zacht, maar dan maak ik ook even naar jou toe terug de brug. Hoe kun je dan de aardbeien best bewaren? Je kunt ze best bewaren, ja. Ik zeg wel ooit, aardbeien moet je niet bewaren, die moet je meteen opeten. Ja, dat is het lekkerste. Dat is zeker. Maar het best kun je ze gewoon in de koelkast zetten. En dan een half uurtje voordat je ze op wil eten eruit halen. Dan komen ze weer een beetje op kamertemperatuur. En dan zijn ze lekkerder als dan dat ze koud zijn. Blauwbes is voor jullie het grootste product, ja. Een product als aardbeien, hoe, nou, wat moet je daarbij voorstellen? Ja, dat is ook echt wel een groot tweede product. Ook daar hebben we 4 miljoen kilo per jaar van. En het gaat met name ook richting Engelse en Duitse supermarkten. Er zijn enkele spelers in aardbeien die groter zijn dan ons, maar we hebben maar een groot deel van de cake hebben we. Ja. Huub, tot slot, waaraan kan een consument nu zien dat een aardbei vers is? Nou, als een aardbei lekker fris eruit ziet of zo, dan is hij weg. Dan gewoon dat je eigenlijk toelacht of zo. De aardbei moet je toelachen. De aardbei moet je toelachen. En tot slot, wat vind je eigenlijk wat hier gecreëerd is met de aardbei? Nou, zeg je wel. Echt, helemaal tevreden? Helemaal tevreden. Fijn dat jullie hier waren. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ti servirà, chiama il vento che lo attizzerà, chiama l'acqua che lo spegnerà, se tutto quanto brucerà. Chiedi al mondo se ti crederà, chiedi al tempo se ti basterà, chiedi al giorno se la notte avrà quell'ora più che basterà. La nostra vita correrà. Conquisterai, cerca il tutto anche se lo sai, se un giorno forse lo farai. Noi due nel sogno della realtà, un desiderio che per la nostra vita correrà. Ti concederà, chiedi al giorno se la notte avrà quell'ora più che basterà. Sì, la vita ci regalerà, perché giusto sia così. Sogni e desideri chiusi nel cassetto in fondo al nostro cuore. Sì, la vita ci regalerà, perché giusto sia così.
tutta un'avventura che è la storia di un amore che poi vincerà. En wat het heerlijke dessert is, dan tiert van een lekker testje koffie met een heerlijk stukje appeltaart. En voor appeltaart heb ze natuurlijk appels nodig. Die zijn weer even uur. En ik was vanmiddag al bij van appenven. En bedrijfde alles wit over appels. Er heerlijke sappen van maken. Kom maar even mij kijken. Een heel bijzonder bedrijfsbezoek. Ik ben hier bij Van Appenven, het bedrijf van Jos en Ellie, waar eindelijk helemaal centraal staat. Dat is puur natuur. Dag Jos, dag Ellie. Fijn om je te zien. Puur natuur, dat is het sleutelwoord, denk ik, van dit bedrijf, of niet? Jawel. En wie zie ik dat terug in de producten dan? Ja, goed, weer gewoon goed van een echt natuurproduct. Dus zonder enige toevoeging. Dus ook geen conserveringsmiddelen, geen ene, maar dus puur natuur. Het is puur natuur. Puur sap. Als je nu kijkt naar de verschillende soorten sappen, welke sappen maak je dan onder andere? We hebben appeltrobbel, dat is de belangrijkste. Appelhelder, appelpeer, appelkers. Maar dus altijd de appel is wel de appel dominant is, aanwezig? De appel is altijd dominant aanwezig, ja. Wat helpt appeltrobbel in, Ellie? Dat is sap en dan ongefilterd. Dus de appel die werd geperst. Dus en dan ga je door een soort centrifuge voor het ergste eruit te halen. Dat is eigenlijk het pure sap. Ja. En wat is dan het grote verschil tussen normale appelsap, die mensen hier dat ik tegenkom, zo te zeggen, en het product dat geen maakt? Ja, goed, ons appelsap, dat is de appel uitgeperst. En dat doen we verpakken. En doen we het enige, de behandeling is nog pasteuriseren. De andere doen er nog heel veel toevoegingen en behandelingen, wat helemaal overbodig is. Ja, dus geef lief echt bij het puur naturen, zoals als het weer is. Prachtige verpakkingen. Heb je nog meer verpakkingen dan alleen deze grote tappen? Ja, natuurlijk. We hebben ook flessen, grote flessen, kleine flessen. Ja, dus, maar dit is, zal natuurlijk het grootste product zien. Werkt dit nu ideaal? Ik vond het altijd even moet eens proberen. Ja. En dan moet ik even kijken. Dus ik moet geen over. Wie werkt het, joh? In de hier. Oké. Dat ga je of nee, proberen. Ja, dat ga je inderdaad merken, denk ik. Gewoon proeven, hè? Gezondheid. Ja, dat is inderdaad echt lekker. Dat is, de proe is inderdaad echt puur appel. Ja. Dat is inderdaad een heel raar verschil. Moeten we even de goede smaakdingen ook nog kijken. Hè? Puur appel. Heerlijk. En wat voor smaken hebben we dan nog niet? Of waarom altijd die toevoegingen met appel? Ja goed, appel is qua productie makkelijk te telen. Maar ook te verwerken, tot sap. Ja. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje de buffer. Ja, dan heb je hier ook een eigen appelgaard, maar dat is maar een gedeelte, denk ik, van het geheel. Want ik bedoel, zo goed is volgens mij dat alle appels die je teelt, die kunnen nu de 10 jaar teelt komen door. Nee, dat klopt. We hebben 7 hectare ongeveer appels en half hectare peren. Maar goed, dat is nooit de hoeveelheid wat voor zelf doen verwerken. Dus verkopen ook appels bier. En die moeten dan aan de kwaliteit voldoen? Die moeten dan aan de kwaliteit voldoen. Die geef je zelf ook, hè? Ja. Super. Dat is een prachtig bedrijf. Dankjewel voor je tijd. Ja, gedaan. Ja, inmiddels is de lol van alweer op zin in lopen. Jan, had ze naar Fernando bezoek? Wat vond ze er eigenlijk van achteraf? Ja, dat viel me heel erg met, hè. Viel het niet mee? Ja, echt wel. Had ze het erg overwacht? Nee, dat was fantastisch. Ja, ze vond het fijn dat we hier waren, hè? Ja, heel fijn. Ja. Jan, dan is het in ieder geval dicht gewoon. Wie vond stikken hem heen te zien? Ja, hetzelfde wat hij zegt, hè. Veel ook met. Het was altijd een verrassing en dat was heel bijzonder. Vooral dat het echt ook allemaal echte Limburgse gerechten zien. Ja. En nu van deze tijd, je kan het eigenlijk echt wel sommige dingen uit de kas. Maar wel geweldig, hè? Ja, het was heel mooi om te doen. Maar we moeten eindelijk niet vergeten. Oh jee. Kijk,
Morgen komen hier ook weer nieuwe gasten. Hè? Die willen natuurlijk ook appeltaart bij de koffie. Dus ik denk dat we hier nog wel een appeltje te schellen hebben samen. Maar dat is misschien iets voor dadelijk. Ik heb ze ook eens Willem Tell gaan stonden. Dan schieten we het wel. De appel van in de koffie. Ik heb nog een verrassing. Dit was na vanavond Culinaire Live. Je hebt er in ieder geval van genoten. En ik hoop geen toes ook. Ik zou zeggen, heel geert tot de volgende keer. Tot de volgende Culinaire Live. Bye bye. Gezondheid. Proost, hè. Gezondheid, jong. Gezondheid. Proost. Ben je nu de langste? Ja. Ja, maar dat kan. Maar ik weet niet dat hij ook jammer is. Dat is voeten gewoon. Ja, dat is echt voeten. Ja, dat probeer je dan nog één keer. Nee, 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 anders. Dat is niet te geluiden. Ja, daar heb ik ook de dikste appel gepakt. Dat kan wel. Oei, 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 oei. Dat is een strenge appel. Ja, wat wil ik zeggen? Dat is niks voor ons. We kennen dit gaar niet. We kennen dit echt niet. We kennen alleen appels eten. Ja. Kijk erop. Partners van Culinaire Live zijn Hannen de Bekker, Zonfruit en Vegetables, Goorts Asperges, Lindeboom, Olderhof, Slagerij Wim Jacobs, VHC Rooswinkel, Schmid Zeevis, Van Appenven, Sunberry en Van Driegroep.